Ja, dames en heren, we zijn hier in Zuidskerwoud. En de man die wel een hele soort van het West-Fries al weet en die het wel verlegen best kan vertellen, dat is Aris Bouwers. We gaan eens kijken of we naar binnen kunnen komen, want hij heeft hier een museum en die wil ik ook wel eens een keertje kijken. Gaat hij met me mee? Ik ben benieuwd of hij thuis is, hij is een soort keer aan de reet, maar we zullen eens kijken. Hij is er! Joop, van wie ben jij hier? Ja, zeg, nou, ik heb net al tegen de kijkers site. We gaan eens even kijken of deze man thuis is. Hij is er gelukkig. Ja. Ik wil eigenlijk even een kopje bij doen en toch eventjes dat museum bekijken. Nou, ik zou zeggen, kom maar in. Dan. Maar ik wil eerst wel eens weten van wie ben je erintje? Oh, nou, mijn vader die heet... Die heette Hark Bouwers, dat is toch wel een hele aparte naam. Hark? Ja. Ja. Ik heet Aris, mijn vader heette Hark, mijn opa heette Aris, mijn overgrootvader heette Hark. En dat gaat door tot 1700 ongeveer. Zo. Dus gewoon Hark, zoals je in de tuin aan het schoffen bent, zo heette mijn vader. Hark. En die was bakker en die woonde hier in Langendijk in Oostgewouw. En mijn moeder die heette Agie Toepel. Toepel, ja. Toepel. En wie kwam die vandaan? Uit Nierup. Hey. En ze hadden hier een bakkerij en dit hokje was dan een soort van keuken en een bijkeukentje. En daar heb ik 34 jaar geleden een café van gemaakt met wat hulp van wat deel mensen. Ja, want dat is toch wat een hele soort mensen hier in West-Friesland wel meemaakt hebben. Hier dit cafeetje. En die indruk heb ik wel. Duizenden mensen hebben dit wel zien. Er hebben een soort mensen hier zitten. Wanneer ben je ermee begonnen? Met verzamelen ben ik begonnen denk ik een jaar of, ik denk 86, dus 25 jaar geleden ongeveer. Maar dat verzamelen zit in je bloed, want mijn vader verzamelde altijd al. Dingen van, wat op uit winkels betrekking hebben. En was het van slagerijs of bakkerijs? Of? Nee, verzamelen zit een beetje in je bloed. Ja. Net een klein kind begint met sigarenbandjes of met postzegels of weet ik wat. Ja. Nou ja, en zodoende beland je dan eigenlijk ook in een aardenschort verzamelaarswereld van gemeerde reclameborden, van winkeltjes. Ja. Ja. En ik kwam in winkels. En toen ging die ontwikkeling van die detailhandel ging zo ontzettend hard. Dat ik denk, nou, dat vind ik toch eigenlijk wel zonde. En dan zag ik ergens een mooi blik en dan denk ik, nou, dat wil ik wel kopen. En zo ging het eigenlijk. Want jij had het toen al durven, jongens, dit gaat allemaal naar de ratsmedee. Dat gaat aars worden. Ja, aars. Ja, dus het gaat ook allemaal verloren. Want al die kleine winkeltjes, die stopten ermee zelf. Ik heb een deel van die bij elkaar gewild, hè? Van die kleine reclamebordjes, want dat geeft ook een klein beetje de maatschappij weer, hè. Kijk, deze deur is gesloten voor Duitse waren. Oh! Nou, dan weet je wel welke tijd dat speelt. Ja, wat mooi is. En dat zou je nou natuurlijk nooit in de economie nooit meer kunnen doen, zulke soort dingen. Nee. Maar zo'n heel mooi bordje, mooi glazuurd en zo. Geëmailleerd is dat. Of geëmailleerd, ja. En de voorloper van de SRV heb ik ook nog, lid van de Friese Bond van Melkhandelaren, zelfstandige melkhandelaren. Oh ja. De SRV, dat betekent samen rationeel verkopen. SRV, ja. En dat is opgericht door meneer Boonstra, dat is de vader van de meneer van de Douwe Egberts en van Philips. Philips, ja. Dus door dit soort eenvoudige dingen kun je een tijdsbeeld zien van hoe het vroeger ging. Zeg, want succes heb je alle haar in je museum hangen. Ja, dat een paar honderd van die borden in mijn museum. Zo, dus dit is... Nou, dit is een gedeelte ervan. Deel van, ik zie tabak en... Ik heb daar een bakkerswinkeltje en hier een sigarenwinkel. Oh ja. En hier vertel ik dan verhaaltjes hoe gezond het roken is. Ja, die waren ze vroeger wel van overtuigd. Ja. Dat kon niet daar. Kijk hier, ze zien het wel heel erg. Gezond roken. Nou joh.
Ja, het is heel hartstikke. Als je een jochie was, een jaar of 13, 14. Ja. En dan, als je was jarig, dan kreeg je een open pakje shake. Voor gezond roken. En als je 20 was, je kon de nacht niet roken, dan moest je zwart op lees. Ja. En dan had je hier, de bakker. De bakker. Ja. En een sigarenwinkel. Oh, en deed de keisboer. Ja, nou, een melkwinkeltje. Oh, ja. Met die handel erin. Ja. Kijk eens aan, sunlight. Zonlicht, zouden we thuis. Ja, zonlicht, zei. Daar werd je mee wassen in de tobben. Ja. En dan achter elkaar. Eerst het kleine goed en groter. En dan. Vader en zijn vader het leest. Vader het leest. En dan haalden ze dat eentje zeep nog even iets onderuit. Ja. Oh ja. Ja. Dan werd dat een beetje limerig, dan sneden ze er skifjes van. Skifjes? Skifjes, en deden ze die alvast in het kopertje. Oh ja, ja, ja. Dan kon je daar nog een mooi sapje van maken om de oorlog mee te doen. Ja. Ja, er zijn toch ook een soort merken die ben er al jaren niet meer in. Nee, dat is waar. Ja. Maar dat komt ook door grote winkels, want het is nu op het ogenblik in Nederland toch een klein beetje zo dat nou misschien 10 mensen in heel Nederland die beslissen wat 80% van de bevolking eet. Ja. Kijk, Joop, ik heb hier een winkeltje van koffie, thee, cacao. Die heet je wel in de stad. Ja, want die op Durp hadden ze dat niet. Nee. En dan zie je nog een soort merken wat er al gaat, dat een dut nou wel is, Douwe Egberts. De punten zitten er ook nog op, maar dat is allemaal een beetje hetzelfde gebleven. Maar je ziet ook merken, die ben er helemaal niet meer. Het oudste dingetje van Drosteffect, dat moet jij als schoolmeester toch een beetje weten, dat is het leesplankje van de openbare school. Er staat Wim op, die op een leesplankje kijkt, weer Wim op staat. Oh zo ja. En dus dat is de herhaling. Ja. Dat is dat. Ja. Zo gaat het. Ja. Ja, leuk. Ja. Nou, Aris, ik heb er verlegen van genoten. Dankjewel. Maar we kunnen hier zo makkelijk een uur doorbrengen. Ja. Maar dat moesten we toch maar niet doen, want we hebben al Aris sjouwtjes ook. Nou, mensen die komen kennen, ik kan nog komen kijken, want ik doe het nog even iets. Ja, ja. Nou, dat, ja, inderdaad, dan moeten ze een haast maken. We zien wel hoe het gaat. Ja. Ik zou zeggen, erg bedankt voor wat je alle gezienheid hebt. En voor de kijkers, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, blijf kijken, want je weet er niet wat je ziet. En zonheid geeft aan mij, die nieuwe jaar verdwijnt.